Het lijkt alsof Ronald Koeman de laatste tijd steeds vaker scoort uit vrije trappen. Als een van de weinige voetballers traint hij dan ook als een Amerikaanse prof. Elke dag oefenen op het sterke punt. Kijk of de keeper oplet. Ah, wat is nou moeilijk, hè? Over de muur heen? Het is moeilijker, ja. Maar als je hem wel goed over de muur heen krijgt, dan heb je ook meer kans dat hij erin zit dan in de lange hoek. Omdat de lange hoek mag je in principe nooit in, want daar staat de keeper. Aha, oké. Maar ja, er zijn keepers die bang zijn, wat ik net al zei. Die gaan toch weer een stapje meer naar het midden toe. Ja. En dan komt hij wel in die hoek, dan komen ze nooit meer terug. Dat is het probleem. Ik had een keer een wedstrijd tegen Cadiz, thuis. Toen nam ik de eerste, ging over de muur, ging hij erin, werd hij afgefloten. Want ik nam hem te vroeg volgens de scheidsrechter. Ja. En de tweede ging hij erin, maar in de lange hoek. Want die keeper die dacht weer van hij komt weer in de korte. Dus hij ging alweer. En toen kwam hij nooit meer in zijn eigen hoek waar hij stond. Hoe vaak train je erop per dag? Nou, 3 keer in de week. Drie keer. Altijd wel na een training. Na een training? Ja, niet altijd met dit muurtje, ja, maar gewoon schieten, alles doen. Dat is bijna iedere dag na een training. Maar dat gaat al, 8, 9 jaar al, denk ik. En daarom wacht Ronald tijdens de wedstrijd vol verlangen op het fluitje van de scheidsrechter. Ja, dat is wel het leukste natuurlijk. Omdat je daar, je hebt er wel succes mee. Ja. En de mensen verwachten het ook een beetje natuurlijk. En het leuke is dat ik altijd van achteren kom. Dus ik sta er nooit. Nee. Dus als je er nou staat, leg je die band weer. Ja. Nee. Dus ik kom echt zo vanuit achter 40 meter aanlopen. Dus dan hoor je die mensen al een beetje aan de sssss. Dus gaat iedereen wordt heel stil dan. Ja, dan gaat hij er wel eens in. Maar er zijn natuurlijk toch jongens die weten dat jij keihard schiet. Ja. Dus die staan daar toch niet gemakkelijk in die muur? Nee, die staan echt zo van, weet je, durven niet te kijken. Staan zo in de muur? Ja, ja. Johan zegt ook altijd, de eerste moet je altijd keihard in de muur schieten. Ja? Als de eerste vrije bal komt, moet je gewoon alleen in de keihard in de muur schieten. Dan zit de angst er goed in. Ja, dan denkt hij bij de tweede keer gaan ze misschien toch iets naar links of iets naar rechts. Ja? Of bukken ze wat meer. Ja, dan heb je wat meer kans.